koninklijke hoogheid, meneer Van Vollenhoven, excellenties, dames en heren. Welkom op de Canadese begraafplaats in Holten, waar wij voorafgaande aan de opening van het informatiecentrum een korte ceremonie houden als eerbetoon aan de 1394 gevallenen die op dit ereveld liggen begraven. Graag wil ik de heer Charles Reeves, former president of the Market Garden Association en bijna 30 jaar hovenier van deze begraafplaats, verzoeken de Act of Remembrance op te zetten. En u wordt verzocht de laatste zin te herhalen. They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. Voorafgaande aan een moment van stilte, hoort u de laatste post. Het einde van de stilte wordt aangekondigd door de rewijder. Ring, salute. Thank you.
I invite His Excellency Ambassador James Lambert of Canada in the Netherlands to lay a wreath. Verzoek de sergeant at arms of the Colour Party deze af te laten marcheren en vraag u de Colour Party te volgen naar het informatiecentrum. We zijn zeer vereerd, Koninklijke Hoogheid, dat u en uw echtgenoot bereid bent gevonden om het kunstwerk ontworpen door Annemiek Punt te onthullen en daarmee het centrum officieel voor geopend beschouwd. Hiermee wordt een droom van een groep vrienden werkelijkheid. Als groep van 8 vrienden komen we al 30 jaar elke zaterdagmiddag bij elkaar om de week af te sluiten. We noemen ons dan ook afsluiters. Ter gelegenheid van de Golden Anniversary in 1995 werd onze groep betrokken bij de Canadese begraafplaats. Meer dan 4000 Canadese veteranen hadden zich bij de stichting Welcome Again Veterans aangemeld en bij de uitvoering van de herdenking heeft deze stichting de hulp ingeroepen van de afsluiters. U, meneer Van Vollenhoven, was daarbij ook aanwezig. De betrokkenheid van de afsluitersgroep was er ook in de herdenkingen van 2000, 2005 en vorig jaar 2010, toen u beiden aanwezig was. Bij de afsluiters ontstond het idee om van de gesprekken met de familieleden en de veteranen die in de loop der jaren waren verzameld aan informatie, om deze gegevens te bewaren voor het nageslacht
nu steeds minder mensen uit eigen ervaring kunnen vertellen over de verschrikkingen van oorlog. Het eerste ontwerp was een soort tuinhuisje. Maar het idee groeide en groeide. We hebben ons plan achtereenvolgens gepresenteerd aan het college van BNW van Rijsselhoven, de toenmalige commissaris van de koningin, meester Hendricks, de directie van de Commonwealth War Grave Commissie in Ypres en aan de Canadese ambassade. Hun enthousiaste reactie gaf ons de moed om verder te gaan. Een belangrijk punt was natuurlijk de financiën. Voor de financiering van dit gebouw heeft de provincie Overijssel het grootste deel bijgedragen. Ook LEADER, het Europees programma voor het ontwikkelen van het platteland, zorgde voor een aanzienlijk bedrag, waarbij de gemeente Rijsselhoven eveneens een belangrijke bijdrage leverde. We zijn deze subsidiegevers dan ook zeer dankbaar. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zegde ons niet alleen een subsidiebedrag toe, maar bood ook aan om voor een kunstwerk te zorgen, passend bij dit centrum. Het bedrijfsleven in Nederland en Canada, met name ook de bevolking van Houten en het Veefonds, zorgden grotendeels met name voor de financiering van de exploitatie in de komende jaren. Helaas is in deze afgelopen periode ook een lid van onze vriendenclub overleden, maar zijn naam staat vermeld buiten op de plaketten en zal voor eeuwig verbonden blijven aan dit centrum. Koninklijke Hoogheid, meneer Van Vollenhoven, mag ik u beiden verzoeken naar voren te komen, allebei een kwast te pakken en het kunstwerk te onthullen. En daarmee dit centrum officieel te openen. Graag geef ik het woord aan Annemie Punt voor een korte uitleg van dit kunstwerk. On the video, you see me coming late because typical. Yeah, it's crazy. Yeah. Ja.
Ja, dacht ik ook niet.